Jesper, iets naar voren, ja. Een internationaal toernooi dat nooit officieel is. Hoe is dat voor hem? Nou, het eerste maar is alleen maar nog mooier. En dat mooi, zo'n mooi team, zo gezellig en zo leuk. En dat we die jongens en vrouwen nog wat leren kennen, dat is hartstikke mooi. Wie dat Jesper had nog een wens gedaan om mooi te spelen? Want ja, ik zeg die als Litsjonkje altijd mooi helpen. Ja, ik vroeger had hulp en vorig jaar heb ik mooi die, maar omdat er ik een team had zijn hier. En als we nou West in maar is alleen maar geweldig. Ja. Hoe hebben de contacten met de Boetelandse teams? Sorry? Hoe hebben de contacten met de Boetelandse team? Wat voor talen spreek je bijvoorbeeld? Vooral Engels en de Brazilianen pikken heel snel op. Bijvoorbeeld Nederlandse versies of zo. Dus dat is alleen maar heel leuk. En dat we zij communiceren kennen. Ja. Wat is het niveau? Wat vies ervan? Van de orenploegen? Van de orenploegen? Nou, het luidt wel iets uit elkaar, maar het is juist wel per wedstrijd dat elke ploeg weer beter wordt. Dat is juist bij u zie ik dat de eerste wedstrijd is heel chaotisch al jaar. En nu hebben we volle meer de rust pakt en dan kunnen we volle beter resultaten al zetten. Geef ik maar een bepaalde tactiek het veld in of is het Safië nog net? Nou, de Braziliaan die op mijn enkeling nog nooit een wedstrijd spelen. Dus wij gewoon een beetje de basis hebben, gewoon, dat is dus tactiek. En voor de rest, dat komt misschien later nog, maar eerst gewoon een beetje de basis goed en dan kunnen we daaruit uitbreiden. Ja. Wat viest het niveau algemeen van de Boetelandse teams? Ja, het is kerst wel zijn dat het land rondom Nederland wel iets heger luidt. En dat er echt competities binnen al. En dat land, wij nog geen competities binnen, daar is het een opbouw en dat wordt steeds beter, denk ik. En dat is de grote stimulering van dit toernooi, ik van de sport, om het breder te zetten internationaal? Dit toernooi is alleen maar om iets te promoten in de rest van de wereld. En dat misschien nu volgend jaar zie je teams meer maar doen. Dat zou alleen maar mooi zijn. Ja. Dan is het ook mooi dat de bondscoach jezelf is, hè? Ja, dat is heel leuk. Het is juist altijd een beetje nooit, maar ik was net voor me bezig, hoor. Nou, dan heb je een hele oorshoot oor naar Zoraya, Jesper. Ja, klopt. Nou, vorige week in mijn training kreeg ik hier dat Brazilië te weinig spelers hier. En wij die rol invullen doen. En dus zeg maar, wij helpen meer de Braziliaan. Want zij is in centraal, zij beginnen al in de basis. En daarom hinnen spelen wij. Ja, dat lijkt me helemaal een hele mooie ervaring. Ja, het is heel mooi om hier te steren zijn. Communiceer je met Engels in het veld? Ja, alle Brazilianen kennen Engels op in Jena of zo, dus het prima. Ja, want ja, de voertaal is Portugees natuurlijk, dan, maar ze kennen dus al Engels? Ja, ze kennen al heel goed Engels. Ja. Nou, twee keer woon volgens mij? Nee, in de eerste wedstrijd hebben we Craig Verlaine van Tsjechië en nu hebben we woon. Hoeveel kon je mee in het toernooi? Nou, we door social boeten mededing mooi. Dus uiteindelijk zien we wat ze in een team als Noord of zo komen, maar voor de rest, we doen gewoon ons best en de beste gewoon ook te winnen. Wat is je gevoel? Leuk, het is hartstikke gezellig, wel allemaal hoor. En we kennen Braziliaan, ik kan wat leren. Succes hè? Ja, bedankt.